Yes, goeiedag groeimaat. Welkom bij een nieuwe video van Woetroe. We zijn hier in Best. Het was een Best End vanaf Bussum, maar we zijn er. We doen ons best hier met Wesley. Wesley, we zijn hier in de sportschool van jouw vriendin, waar je ook gewoon lekker kan gaan trainen hier. Ja. Dat is wel helemaal top hoor. Er hangen zelfs allemaal mooie foto's aan de muur van jou. Ja. Dat werkt ook wel als een hele inspiratiebron, denk ik. Maar dat zien jullie straks wel allemaal voorbij komen. Wesley, ik heb Wesley ooit eens voor het eerst gezien op een bodybuildwedstrijd, waar ik toen ook aanwezig was om een bodybuildwedstrijd te doen in 2015. Dat was een van jouw eerste keren van dat je op het podium stond. Ja. Nou, nu 4 jaar later heb ik hem een DM'tje gestuurd, omdat ik wel heel erg interessant vond om een keertje mee te maken hoe hij nou traint. Heel veel kennis gaat er in je om, heel veel kennis over training en voeding, heel veel ervaring op het gebied van bodybuilding, posering en eigenlijk de hele lifestyle die je er voor over hebt en hebt opgegeven, maar ook weer een lifestyle hebt geadopteerd eigenlijk tot zo'n fysiek te komen. Je leeft inderdaad het ene in voor het andere en omdat het echt mijn passie is, dan is het voor mij eigenlijk niet echt dat ik iets heb opgegeven, maar meer iets heb gecreëerd waar ik gewoon blij van word, waar ik iedere dag als ik opsta wil ik het gewoon gaan doen. Het is echt mijn ding geworden nu. Dus, daar ook van. Want jij bent nu 4 jaar eigenlijk echt streng actief, denk ik, hè, als bodybuilder? Ja, sinds eigenlijk 2013 was mijn allereerste wedstrijd. Ja. Dus alleen nou, omdat je eerste wedstrijd is, dan weet je nog niet heel veel over hoe alles werkt. Nee. Qua bodybuilding lifestyle. Maar als je eenmaal bezig bent in die wedstrijd te zien, dan word je steeds beter. Je leert ervan. Ja. En dan merk je gewoon, oké, ik kan echt naar een hoog niveau. En dan vanaf dat moment, en dat is inderdaad 4, 5 jaar geleden, ga je toch die levensstijl adopteren. Ja. Om maar zoveel mogelijk uit je fysiek te halen. En sindsdien ben ik eigenlijk alleen maar vooruit gegaan. Ja, positief. Je wordt steeds wat serieuzer ook. Hè? Dat heb ik zelf ook al meegemaakt. Dat mensen aan mij vragen van wanneer ben je dan begonnen om echt serieus aan de gang te gaan. Ja, dat is moeilijk te zeggen, want ieder jaar ga je weer stappen maken. Ja, ik denk over 5 jaar ben ik weer veel serieuzer als op dit moment. En we denken van dat is weer een andere stap die je gemaakt hebt. Dus het is meer een soort van flow die je doormaakt van niks tot hier. En iedere keer evolueert dat, zeg maar. Ja, heel goed, heel goed. Jullie kennen Wesley misschien ook wel van zijn hele bekende stem van die heeft. zou je iets in het Engels kunnen zeggen? Well, I don't want you to forget to stay golden. En heel veel mensen die proberen dat altijd na te doen. Ik vind het mooi, het mooi. Dus mijn bekende gezegde eigenlijk, wat ik ook heel vaak op de kleding heb staan. Ja. En dat is gewoon op een natuurlijke wijze zo gevormd. Ja. En waardoor het gewoon een iets bekends is waar ik voor sta. Gewoon echt die golden, natuurlijk van de golden era ook. Ja, dus een beetje een combinatie van alles, maar die stem helpt zeker mee. Ja, ik vind het mooi, ik vind het echt top. Ja. En kijk, was het nou vorig jaar of is het nou 2 jaar geleden van dat je op Mr. Olympia, maar de Arnold Classic? Dat was dit jaar in maart. Ja. En het jaar daarvoor, in september, heb ik de Las Vegas Mr. Olympia gedaan. Ja. Dat is eigenlijk de allergrootste wedstrijd. Maar voor mij was het natuurlijk de Arnold Classic, omdat Arnold is mijn idool qua bodybuilding. Ja. Was voor mij... Je hebt er ook wel wat van weg. Ja, ik was er niet zelf mee begonnen met de vergelijking. Nee. En kijk, een moeilijke vergelijking natuurlijk. Ja, hetzelfde dat je iemand vergelijkt met een Johan Cruijff in het voetbal. Precies, dus tegelijkertijd is heel veel druk die op je staat. Maar ik zag het gewoon als een inspiratie om... Ja. We hebben een beetje hetzelfde, de lengte is hetzelfde. Ja. Dus de klassieke lijnen. Natuurlijk, zijn lichaam is eigenlijk, als je ernaar kijkt, wel anders dan die van mij. Ja. Maar omdat ik dezelfde bouw en lichaamslengte heb, er zijn heel veel poses lijken op elkaar. Ja. Dus toen was de vergelijking begonnen en toen zei ik, ging ik natuurlijk niet... ontkennen. Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Want daar brengt gewoon heel veel bekendheid met je mee. Als je met Arnold vergeleken wordt en mensen zijn het ermee eens, dan moet je dat natuurlijk niet gaan. Maar de lat wordt natuurlijk ook hoog. Die wordt inderdaad heel hoog. Maar daar hou ik van. Ja. Ik daag mezelf eigenlijk altijd iedere dag uit om zo goed mogelijk te worden, zoals hij vroeger ook deed. Ja. Ik had gelezen in een stukje ook van dat je wel de ambitie hebt ook om acteur misschien te worden, toch? Het is een mogelijkheid. Dus op dit moment is echt mijn ambitie om in classic fysiek, dus mijn bodybuilding klasse, de nummer 1 van de wereld te worden. Ja. En daar ook heel veel mensen mee te inspireren. Ja. En op het moment dat je dat bereikt, heb je een nieuw platform waarop je weer andere dingen kan gaan doen. Natuurlijk, je bent dan zo populair op dat vlak, waardoor het makkelijker wordt om weer in een acteurgebied te betreden en misschien daarin iets te doen. Maar dat is nog niet concreet in ieder geval. En Callum is daarin ook een voorbeeld in. Kijk, hij is inderdaad, hij heeft nog niet eens een hoge titel bereikt in bodybuilding, maar hij ging direct naar het acteurveld. En waar hij het denk ik beter gaat doen dan op het podium, naar mijn mening. Ja. Wat is nog jouw ultieme doel?
Mijn ultieme doel is echt op de Mr. Olympia te staan in Las Vegas. De bekendste, grootste bodybuilding wedstrijd. En die gewoon echt te winnen. Ja. Maar niet zomaar één keer, maar ook meerdere keren. Of een Phil Heath of een Ronnie Coleman in de klasse, zeg maar. Precies. Ja. En eigenlijk, kijk, de klasse die ik doe is gebaseerd op wat Arnold vroeger was. Dus echt een klassieke bodybuilding. Vind ik zelf ook mooi. Ja. Dat heb ik ook gedaan in Nederland dan. Ja. Anders word je echt, je wordt... te groot, precies, te fors. Precies, en dan proberen ze te voorkomen door een gewichtsklasse neer te zetten, of een gewichtslimiet eigenlijk, bij die klasse. Dus ik mag bijvoorbeeld niet zwaarder dan 112 kilo wegen voor mijn lengte. Ja. Iemand die kleiner is mag minder wegen, zodat je nooit disproportionele bodybuilders op het podium krijgt. En dan moet je echt je fysiek verfijnen binnen dat gewichtslimiet. Ja. Dus dan word je steeds en steeds beter zonder super groot te worden. En dat is wat classic bodybuilding is. Het is dat je jezelf als een standbeeld ziet en die je iedere jaar een beetje bij beetje verfijnt. Beeld houden. Inderdaad, ja. Ja, mooi, mooi. Wat gaan we zo trainen? De benen volgens mij. Wij gaan zo de benen trainen, want kijk, als classic bodybuilder vroeger... Kijk, wij zijn alle twee lang en om benen te trainen, dat vergt gewoon veel tijd. Kijk, ik ben nu zo'n 12 tot 14 jaar bezig met bodybuilding in totaal. Ik moet zeggen, de eerste paar jaar natuurlijk ga je de benen toch wel niet zo vaak trainen als het bovenlichaam, omdat je nog nu überhaupt niet eens weet wat je aan het doen bent. Je doet maar wat je leuk vindt. Maar ik merk nu dat vooral als je wat langer bent, dat de benen gewoon langzamer groeien dan sommige bovenlichaamsspiergroepen. En omdat ik nu een professioneel bodybuilder ben, kijken ze toch naar de verhouding van onderlichaam, bovenlichaam. Alles moet kloppen. Ja. En bij mij, omdat mijn benen het meeste in verhouding achterlopen met het bovenlichaam, vooral omdat het bovenlichaam ook heel breed is, moeten de benen ook gespierd worden natuurlijk. Op hetzelfde niveau als het bovenlichaam. En de buitenkant ook goed aangepakt worden. Precies, de buitenkant. Dus je creëert eigenlijk de illusie dat ze groter zijn dan dat ze zijn door de buitenste spier van de quads te trainen. Dat ze echt meer naar buiten gaan. Want als je schouderkoppen meer naar buiten steken en je benen niet, dan zie je dat al gauw. Klopt, want je wil, kijk, eigenlijk classic bodybuilding gaat wel om de V-shape, maar tegenwoordig moet je een X-shape hebben. Ja. Dus kijk, vroeger ging het echt van je rug naar je taille en ging het eigenlijk omlaag. Dus als je zo'n Y-shape eigenlijk. Maar tegenwoordig moet je die X-shape hebben om competitief te zijn bij bodybuilding, want het gaat echt, de benen mag je gewoon niet meer onderschatten. En ik moet nu de benen harder trainen dan het bovenlichaam om ze in proportie te krijgen, omdat tegenwoordig de benen gewoon zo groot zijn van de andere deelnemers. Ja. Dus ik moet daar gewoon heel hard mijn best voor doen om die, eigenlijk met het bovenlichaam te blijven in verhouding. Ja. Ik denk dat we zomaar lekker van start gaan. Ja. Dan gaan we zo nog wel wat meer onderwerpen eventjes aansnijden. Ja. Er zit echt veel kennis in jou, want je doet ook natuurlijk opleiding diëtiek. Voeding en diëtetiek ben ik eigenlijk al klaar mee. Ja. Ik moet alleen nog een aantal uren volmaken. Ja. Maar mijn scriptie is af, waar ik door eigenlijk een award voor heb gekregen. Nog niet, maar wel in de making, zeg maar, voor de Nestlé Award voor Diëtetiek. Plus dat ik het op de internationaal congres van ESPE heb mogen presenteren. Ja. Dus ze vertelt mij gewoon dat er wel interesse is in de bodybuilding doelgroep. Ja. En dat maakt mij gewoon heel gelukkig eigenlijk. Ja. Dat het in Nederland ook een beetje begint te groeien. Dat het toch in Amerika, als je daar bent, en daar ben ik nu dus een aantal keer geweest, dat je daar zo'n andere wereld ziet dan hier. Klopt. En als het hier dan een klein beetje bekender wordt, vind ik het al heel, heel mooi. Heel goed. Oké, gaan we lekker aan de slag. Ik ben heel nieuwsgierig, want volgens mij ga ik helemaal naar de ratten toe met deze training. Maar we gaan het zien. Let's go. Let's do this. Tijd voor lekker scoopen, jongens. Oh, lekker bakje op de zondag. Hè? Volle bergen. We zijn dus bezig met de eerste oefening, maar het is wel leuk eventjes om dit te weten, want Wesley die traint niet echt volgens een specifiek schema in aantallen sets of reps, maar hij doet het meer op gevoel. Inderdaad, bijvoorbeeld bij deze leg press begin ik gewoon met het minimale gewicht om op te warmen. Iedere keer doe jij een paar gewichten aan de zijkant erbij. Op een gegeven moment voel jij dat 10 reps met een steeds zwaarder gewicht moeilijker wordt. Maar zolang jij 10 reps kan blijven doen, maakt het gewicht niet uit. Je moet gewoon de volgende stap nemen. Ik heb bijvoorbeeld geen idee hoeveel kilo er nou aan zit. Alleen van hoeveel schijven erop zitten, dat is het enige. Ja, maar dat eigenlijk niet eens. Ik weet gewoon, ik doe iedere keer een stap van zoveel kilo erbij.
En bij de laatste paar sets voel je oké, nu worden de stappen te groot. Ja. Ga je de stappen iets kleiner maken. Ja. Maar het totaalgewicht, dat, bij bodybuilding maakt het niet uit. Ja. Het gaat niet om het gewicht, het gaat... Op de vorm van de dag een beetje. Ja, op de stress, op de spieren. Ja. Die moet je voelen en die moet je maximaal zijn bij iedere oefening. Ik denk ook van als je standaard alleen maar 4x10 doet met een specifiek gewicht, dan groei je ook niet. Nee, je nee. Je moet het echt op gevoel doen. Heel veel mensen vragen mij ook, hoe doe je dat dan? Hoe weet je dat? Maar ja. Je moet niet bedenken van sommige dingen, je moet dan met 30 kilo beginnen en dan 40 of 50. Nee. Je begint met de warming-up en dan doe je iedere keer kleine stappen erbij. Ja. Op een gegeven moment weet jij, als je niet 10 sets wil doen, als je 5 of 4 sets wil doen, dan weet jij, die stappen moeten minimaal zo groot zijn, zodat ik bij 5 sets, bij de laatste wel bij failure terechtkom. Ja. Zo moet je dat een beetje doen. Dus het gewicht maakt daar in principe niet veel bij uit, zolang je maar iedere keer het maximale geeft wat je hebt. A failure is the key tot succes. Nee. Yep, that's true. Let's go. We hadden het in de intro natuurlijk al over gehad, de vergelijking met Arnold Schwarzenegger. Ja. Maar dat is volgens mij ook jouw groot voorbeeld. Klopt, ja. Want we zien die foto daar van kanker. Dat komt natuurlijk overeen met de foto van Arnold Schwarzenegger, volgens mij in de jaren 70. Die op het podium stond, ook zwart-wit foto. Maar dat is echt jouw voorbeeld. Precies, Arnold is echt mijn idool in bodybuilding. Ja. Niet omdat ik hem wil kopiëren, want je kan nooit iemand kopiëren, want dan ben je altijd slechter. Ja. Maar het is een inspiratiebron voor waar hij voor stond. Ja. En dat is echt de golden era, gewoon het creëren van jouw fysiek, met het beeldhouden van je fysiek, met de tools van de gym. Ja. Dat is eigenlijk je gereedschap. Ja. En doordat ik nou die foto heb, die ik heb gekregen van mijn vriendin van mijn verjaardag, wat heel mooi is, dan motiveert je dat iedere keer als je daarnaar kijkt van, oh ja, daarom doe ik het. Zeker. Van, en wat hij heeft bereikt, hij heeft het bereikt. Ja. Dus je kan het zelf ook. Je moet nooit een barrière opzoeken van, oh, dat is allemaal te ver in de toekomst of te moeilijk. Je moet gewoon in geloven. En dat brengt die foto van mij naar boven. Ja, maar dat zie je ook terug in de wijze van hoe jij traint. Ja. Zo trainde hij ook natuurlijk een beetje. Precies. Gewoon niet tellen van hoeveel reps of sets. Nee, je voelt gewoon van wat je lichaam aan kan tot failure. En joh, dan haal je het maximale eruit per oefening. Klopt. Je behoudt natuurlijk wel een soort set van regels. Van je gaat geen, kijk, je gaat geen 30 reps doen met een te licht gewicht. Je weet, je moet altijd zwaar aanvoelen. Ja. En rond die 10 tot 15 reps zitten. En dan gewoon helemaal voluit gaan met goede range of motion. Ja. Goede manier van uitvoering. En dan moet het altijd goed komen. Trainen is een passie. Maar dan moet je niet te wetenschappelijk gaan bestuderen. Want degene die dat doen, die zien er juist het minst goed uit. Juist degene die gewoon ervoor gaan, die zijn de top. Klopt, ja. Ja, dat hoor je ook vaak terug hoor, van mensen die houden zich te veel vast aan de wetenschap, aan een boek. Ja. Terwijl je het eigenlijk juist voor jezelf moet ervaren van hoe je het bij jou voelt. Precies. In plaats van dat je zegt van nee, maar in dit onderzoek staat dat dit en dit. Dat werkt niet. Nee, dat werkt niet. Onderzoeken, dat is echt, kan je dingen uithalen, kennis uithalen. Maar van een grote groep meer. En dat komt als gemiddelde eruit, maar dat geldt niet voor jou. Die kan je mee beginnen, maar op een gegeven moment merk je van, dit voelt gewoon veel beter. Ja. En je bent een uniek exemplaar. Ja, een blauwdruk van jezelf. Precies, en daar moet je gewoon je weg in vinden. En de enige manier waarop je dat kan doen, is geduld hebben, consistent bezig zijn en gewoon de progressie in de spiegel bekijken. Ja, dus onthoud dat. Ik ben natuurlijk heel erg serieus bezig met je vak, eigenlijk deels je werk ook bijna. Ja. Hoe ziet jouw lifestyle er een beetje uit? Zit je nu in een voorbereiding voor een wedstrijd of zit je nu een beetje off-season? Ik zit nu al off-season.
Maar wel, ik noem het een lean bulk altijd, een lean bulk. Zodat je altijd klaar bent voor wat er in je pad kan komen. Ja, dus binnen een tijdsbestek van een maand of drie of zo. Inderdaad, want ik wil me kunnen voorbereiden op een wedstrijd om te kwalificeren voor de Mr. Olympia. Ja. Wil ik eigenlijk zo vroeg mogelijk doen, zodat ik voor de Olympia heel veel tijd heb. Ja. Dus vandaar dat mijn vetpercentage wel lager hou. Maar wel ongeveer nu wel rond de 5, redelijk laag. Ja. Alleen op een gegeven moment, als je te laag gaat, dan voel je ook niet meer goed. Nee. Dus ik heb altijd, van nature stond ik altijd heel lage vetpercentage. Ja. Dus voor mij is dat niet echt een strijd om dat te behouden. Dus het voelt gewoon goed. Maar dan kan ik ook heel goed in de spiegel zien, wat zijn de zwakke punten die ik nog heb. En hoe verbeter ik ze? Hoe staat alles in verhouding? Als je te veel vet hebt, dan ziet alles er groter uit. Een dirty bulk, hè, zoals de meeste mensen doen. Precies. Ja. Maar het nadeel daarvan is, je moet het ten eerste weer eraf trainen. Ja. Diëten, cardio doen. En je weet niet zeker of jouw lichaam in verhouding is. En je had het niet kunnen checken. Dus dat vind ik wel altijd fijn om te kunnen zien. Ga je wel eens naar McDonald's toe of zo om lekker hamburgers te halen? Of, Eigenlijk, als ik een wedstrijd heb gedaan, dan denk ik een paar dagen helemaal niet meer na over, over dat soort dingen. Dan ga ik echt gewoon naar een restaurant in Amerika, de Cheesecake Factory. Oh, dat is top. Dat is top. Die is echt goed. Punten en die zijn wel 1500 calorieën. Ja, maar dat maakt mij helemaal niks uit. Want het blijft ook niet meer één maar punt. Maar dan zie je er wel goed uit, hè, door die suikerpiek. Ja, heel goed. Maar ik ga, kijk, als ik echt in een off-season zit, zonder op dat moment wedstrijdvoorbereidingen, ga ik gewoon, als ik uit eten ga, dan ga ik ook goed uit eten. Ja. Want ik weet, daarna zit ik er op een dieet. Ja. Dat is juist, kijk, als je op een dieet zit, moet je je juist niet schuldig voelen als je uit eten gaat, want dan kan het. Tuurlijk. Als je niet op een dieet zit en je gaat uit eten, dan bouwt het op, zeg maar, op de slechte manier. Ja. Dus vandaar, de levensstijl is gewoon, ik heb een dieet die ik altijd aanhoud, waardoor ik zo nu en dan bij een restaurant gewoon bij een all-you-can-eat echt all-you-can-eat kan doen. Soms moet het ook gewoon lekker kunnen. Ja, precies. Bij je lifestyle wordt het ook natuurlijk een relatie, want je hebt een vriendin. Dat zie je op de foto, de mooie foto achter ons. Want jij vertelde mij, dat het best eenvoudig om mee om te gaan, want je vriendin is ook, die heeft ook een beetje topsportmentaliteit. Ja. Het grappige is, ik heb haar ook in deze gym ontmoet, net toen de gym geopend was. Het liefdesnestje. Ja, precies. En dat ben ik nou nog, zoals je ziet. Ja, ja. Maar ze heeft, voordat ik haar überhaupt ontmoette, had ze al wedstrijden gedaan. Ze wist hoe het was om heel diep te gaan qua calorieën, cardio, hoe je dan voelt. Ja. Dus op het moment dat ik een wedstrijdvoorbereiding doe en ik gedraag op een bepaalde manier anders dan normaal, weet zij, oké, dat kan door het dieet komen, dat kan door de prep komen. Dus je hoeft dat niet eens uit te leggen, maar het is gewoon een instinct waar je van elkaar kan hebben. En je helpt elkaar dan ook heel goed, want je weet, oké, die heeft het dan moeilijk, dan kan je daar in ondersteunen. Dus dat is heel fijn. Ja, het is natuurlijk heel erg lastig. Dat hebben jullie al gezien in de documentaire van mij. Van een bodybuild wedstrijd. Van, weet je wel, ja, er ontstaat toch een soort van spanning. Omdat je heel erg geïsoleerd leeft. Ja. En als mensen dat niet snappen. Ja, die denken ook van, die is gek van dat hij dat doet. Van, vind ik dat leuk. Maar als je iemand hebt in je omgeving die ook die mentaliteit heeft. Dan is het heel erg makkelijk om dat te adopteren natuurlijk. Zo. Ja, want zoals je zelf al zei. Uit te leggen is onmogelijk. Dus je moet dan iemand kennen. En die dat al heeft gedaan, zodat het uitleggen al overbodig is. Ja. Als je in een relatie gaat en je moet het uit gaan proberen te leggen, is het nooit logisch. Want waarom doe je het als het zo slecht voelt eigenlijk? Precies, waarom zou je dat doen? Ja, maar dat moet je gewoon snappen. Dat kan ik nou ook op dit moment niet uitleggen. Maar uiteindelijk, het makkelijkste om te zeggen, de overwinning smaakt altijd zoeter dan alle cheat days of alle taarten, alles wat je dan op dat moment kan eten. Dat is een goeie. Die overwinning is altijd lekkerder, dan maakt niet uit wat voor cheat days je in je hoofd hebt, want dat is de ultieme voldoening en die heb jij als visie in je hoofd zitten tijdens die gehele prep. Ja. Als jij dan één dag niet aan de prep houdt, dat voelt gewoon als een incomplete proces. Ja, precies. Je hebt een doel en als je hebt toch een doel of niet, dus of all in of je doet het gewoon niet, vind precies. ik altijd. Ja. Dus, all in, dat is mentaliteit. Ja. Oké, gaan we snel verder, want ik word bijna een beetje koud hier. Ja, we moeten volgen. En met zo'n lijf moet je natuurlijk ook wel veel kunnen eten. Klopt, denk ik. Je moet veel eten, ook om te herstellen, maar ook om ervoor te zorgen dat je de inspanning kan leveren die je wil leveren. Dat klopt. Hoeveel calorieën eet jij zeg maar op een dag nu? Nou, dit is eigenlijk dit was een benendag, hè, de zwaarste dag. Dus
per spiergroep eet ik ook net iets anders. Oh, serieus? En dus het benendag, omdat ik mijn benen natuurlijk wil verbeteren, plus het is eigenlijk de helft van je lichaam die je nou hebt getraind, is bijvoorbeeld mijn ontbijt was nu 1100 calorieën geweest. Dus veel havermout, isolaat, amandelen, gewoon allemaal dat soort dingen, zeg maar veel hoge kwaliteits- en calorische voedingsmiddelen. Wat hanteer je als macro's voor koolhydraten en eiwitten? Heb je daar mijn hoge koolhydraatdag zit op de 600 gram koolhydraten, rond de 120 gram vet en toch wel rond de 400 gram eiwitten, wat een hoge kant is. Heel veel, ja. Alleen daarbij zitten wel de shakes die ik ook neem, vooral ook na de training. Omdat na de training is ook bewezen, wat ik ook bij het congres in Polen heb geleerd, is dat de muscle fullness, dus dat betekent hoeveel eiwitten er opgenomen kunnen worden, is het nog niet bekend de hoeveelheid die dat is na de training, omdat die verhoogd is. Je spieren zijn heel gevoelig daarvoor. Dus na de training is je eiwitgehalte, wat je op kan nemen, veel hoger. Vandaar dat mijn eiwitmoment na de training ook heel hoog is. En vandaar dat het totale hoeveelheid eiwitten ook zo hoog is van 400 gram. Krijg je dan geen last van je maag? Want als ik veel eiwitten eet achter elkaar, dan krijg ik echt last van mijn maag gewoon. Nou, daarom gebruik daarom ook whey isolaat. Hm. Dat is eigenlijk als je dat, ik neem dan 60 gram, dat is 55 gram eiwitten. Ja. En alleen omdat het zo fijn is geïsoleerd, letterlijk daarmee het isolaat, lactose, vet, alle suikers zijn eruit. Dat het binnen 20 minuten, kwartier eigenlijk alweer weg is. Ja, je merkt het niet. Ja. Dus, en vooral als je het met niet zo superveel water doet, gewoon dat het precies goede oplossingswaarde heeft van isolaat, is het zo weg. En dan kan je een half uur daarna gewoon je echte maaltijd gaan eten. Okay. Hoeveel calorieën eet je dan per dag? Want als je 600 gram koolhydraten eet, 400 gram eiwitten, ja, dan kom je al wel tegen de 6000 aan of zo? Ik zit tussen de 5 en 6000 gemiddeld inderdaad. Ik kijk eerlijk gezegd niet altijd naar de calorieën, maar inderdaad naar de macro's. Ja. Dus op een gegeven moment, net als met training, kom je erachter naar hoeveel moet ik eten om aan te komen of af te vallen. En ik kijk altijd naar de hoeveelheid koolhydraten. Als ik af wil vallen, gaan de koolhydraten omlaag. Alleen de vetten en eiwitten blijven dan constant. Vetten en eiwitten zijn ook de enige macronutriënten die een rol hebben in het lichaam naast het leveren van energie. Ook het bouwen van spieren, celmembranen, heel veel processen in het lichaam van metabolisme. En koolhydraten hebben dat niet. Ja. Dus daarmee kan je spelen om de calorieën omhoog of omlaag te zetten. Meer voor de energie. Precies. Ja. En we hebben beide natuurlijk ook zo'n smartwatch om. Ja. Nu heb ik 775 calorieën verbrand in onze trainingssessie van... Kijk, hoe lang is het? Ja, iets meer dan anderhalf uur. Ja. En jij 1250. Ja, ik zat inderdaad rond de 1250 calorieën. En, dat is ook het verschil in massa qua spieren natuurlijk. Hè? Dat bewijst inderdaad. Hoe groter de motor is, hoe meer je verbruikt. Inderdaad, ja. En vandaar... Hummer of een Audi A1, dat is natuurlijk ook anders. Klopt, iedere beweging die ik maak is met meer spiermassa. En die spiermassa heeft gewoon per kilo zoveel calorieën nodig om te functioneren. Dus daarom voor mensen die af willen vallen, kom spiermassa aan, krachttraining is de basis en daarnaast je dieet is heel belangrijk. Ja. Maar spiermassa is echt meer spiermassa, de beste meer mag eten. En makkelijkste manier om af te vallen. Ja. Dus wil je meer eten, bouw dan gewoon even meer spiermassa, jongen. Inderdaad. Oké, we gaan verder met de Q&A. Top. Zo, jongens, we zitten hier aan het einde van de video bij de Q&A gaan we doen. Ik ben eigenlijk een beetje bijgekomen van de benentraining. Ten eerste, ik heb echt weer veel geleerd van een benentraining. Dat is wel top. Je voelt toch weer heel anders van hoe die spiers zich dan weer aanspreken op met verschillende oefeningen. Ja. En ook qua intensiteit en de manier van hoe jij denkt. Van joh, we denken niet in kilo's, we denken niet in een aantal sets of reps. Dat heb ik zelf ook. Ja, je moet gewoon uittesten van waar zit je max inderdaad van de spier. Ja. Tot helemaal is uitgeput. De Q&A. Ik heb wat vragen of ik heb gepost op mijn Instagram van wat mensen graag van jou willen weten. Mm-hmm. Nu doe je natuurlijk bodybuilding op topniveau ook, waar je in ook veel anabolen gebruik, zeg maar, wordt aangeboden, wordt gestimuleerd om zo hoog mogelijk te kunnen eindigen. Ja. Hoe kijk jij daar een beetje tegenaan? Nou, hoe ik er eigenlijk tegenaan kijk, is dat het een taboe is ten eerste. Dus wil je het erover hebben, dan kan je niet zomaar precies zeggen hoe het er echt aan toe gaat, omdat het nog niet algemeen bekend is, nou, wat is het nou eigenlijk? Hè? Ja. Mensen, er zijn zoveel verschillende vormen die je kan gebruiken. Ja. En de slechte naam is ontstaan doordat mensen de slechtste vorm gebruiken met de grootste hoeveelheden, waardoor je eigenlijk alleen maar de bijwerkingen ziet zonder waarvoor het bedoeld is. Ja. Als je een wedstrijd doet en je valt af qua gewicht en vetpercentage, is het dus de bedoeling dat je alle spiermassa behoudt. Dus wat hebben mensen toen eigenlijk bedacht, dat was in de jaren 50, 60, 70,
als ik mijn testosteron wil behouden, mm-hmm. moet ik dat, omdat mijn lichaam mijn testosteron gaat bedrukken, eigenlijk onderdrukken als jij vetpercentage omlaag gaat, moet ik op een of andere manier weer terugkrijgen. Ja. Dus hebben ze eigenlijk vanaf de apotheek, wat toen nog legaal was, gewoon kunnen kopen van nou, ik ga dus testosteron van buiten inbrengen. En de veiligste manier daarvoor is via een naald. Je kan het nog zelfs vetpillen doen, maar je lever gaat dan eigenlijk schadelijk voor je lever. Dus dat is de enige reden waarom het überhaupt gelijk in het bloed moet komen, zodat dat over wordt geslagen. Ja. Maar eigenlijk is het een vorm van het doorbreken van plateaus. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij naar een volgend niveau in een wedstrijd gaat, wordt het gewoon over het algemeen gebruikt om naar een volgend niveau te kunnen gaan. Ja. Om het plateau van, nou, ik verbrand gewoon te veel spieren in deze periode. Wil ik aan die wedstrijd meedoen en zoveel kilo blijven wegen, dus wil ik al die moeite die ik heb gedaan niet verspillen, zeg maar. Ja. Moet ik iets gebruiken om mijn spiermassa omhoog te houden. Ja. En daar is het mee begonnen. In de topsport wordt het op die manier gedaan om net, zeg maar, 1% extra beter te zijn dan de rest. Alleen tegenwoordig wordt het zo erg extreem gedaan dat de meeste mensen die het gebruiken, juist de normale mens is die in een sportsoort te vinden is, ja. of nog zelfs gewoon naar de feesten gaat, ja, om er maar eventjes goed uit te zien. Ja. En dan wordt het vaak gecombineerd met alcohol en andere drugs. En juist de combinatie van al die verschillende dingen zorgt voor die bijwerkingen. En die bijwerkingen worden dan opgeblazen en laten zien van, hé, kijk, anabole staat gelijk aan dit. Ja. Maar het gebruik ervan is oorspronkelijk bedoeld om in jouw topsport, of naar bodybuilding is, of duursport, waar het ook wordt gedaan, wordt gebruikt om juist op het topniveau met de rest mee te kunnen. Want topniveau betekent dat iedereen alles doet om maar iedere mogelijkheid te hebben om zo goed mogelijk te zijn. Ja. En daar horen die spullen gewoon bij. Maar het heeft een slechte naam gekregen omdat mensen het misbruiken in plaats van gebruiken. Want alles heeft een gebruik. En eigenlijk kan je het zo zien. Je bent eigenlijk naturel wanneer je iets gebruikt wat illegaal is. Want supplementen zijn allemaal legaal. Alleen vinden die ook in de natuur terug of in voeding. Bijvoorbeeld pure 10 gram creatine, probeer die maar eens uit voeding te halen. Maar toch gebruiken mensen het om een voordeel te krijgen in meer spiermassa, meer spiergroei. En daar horen die anabolen ook bij. Alleen die zijn illegaal omdat het misbruikt wordt. Ja. En het meer kans op schade op je lichaam. Dus aan bodybuilders is de enige doelgroep waar je het aan de buitenkant dus kan zien, waardoor bodybuilders worden aangewezen eigenlijk als degene die het misbruiken. En op het moment dat er zo uitziet dat geassocieerd daarmee wordt. Ja. Alleen met de wielrenners, de voetballers, de turners, dat kan je niet zo goed aan de buitenkant zien, maar toch wordt het daar ook gebruikt om op topniveau altijd op de top te kunnen presteren. Ja, ik denk ook wel dat je dat goed ziet door de jaren heen, hè, van de jaren 60, 70 tot nu. Als je kijkt naar als voorbeeld natuurlijk een Phil Heath, weet je wel. Ja. Het wordt natuurlijk allemaal enorm. Ja. Als je het vergelijkt met een Arnold Schwarzenegger van de jaren 70. Precies, precies. En daarom doe ik ook die klasse van Arnold, classic. Van classic fysiek, zodat jij niet geforceerd wordt om zoveel te moeten gebruiken. Ja. Want daar gaat het mij nu om. Ik vind training superleuk, ik vind voeding heel interessant. En daarmee, dat is de basis. En dan moet altijd de basis blijven. Als je daar niet dingen uit kan halen qua progressie, dan moet je het niet eens gaan proberen. Nee. Want dan ligt de sport jou gewoon niet. Nee. En dat, je vertelde mij voordat we gingen sporten van je liep een keer buiten in een winkelstraat langs het terrasje waar mensen dan al het stereotype gedachtebeeld hebben van we zeggen maar wat, want we hebben er geen verstand van. Ja, want eigenlijk heel veel bodybuilders willen er heel eerlijk over zijn, maar juist wat je net zegt, je hoeft niet eens iets te zeggen en je wordt al onderuit gehaald. Dus je kan niet eens beginnen met het argumenteren van waarom het gedaan wordt. Van mensen die met een bierpensje, met een pilsje op het terras zitten en zeggen... Als zeggen van als ik het 6 weken doe, zie ik er ook zo uit. Of als hij het 6 weken niet meer doet, dan is hij niks meer. Dat is exact het beeld van wat je net hebt geschetst. Precies, en dat is het beeld wat heel veel mensen hebben. En dat is heel moeilijk onderuit te halen als jij het serieus probeert uit te leggen. Dus daarom is het nog steeds een taboe, omdat... Het is moeilijk om daarmee te beginnen, zeg maar. Het is wel mijn doel om dat... Tuurlijk, het mag eigenlijk niet geaccepteerd worden, want het is en blijft gevaarlijk als je het misbruikt. Het gebeurt alleen, in de topsport. Alleen het gebeurt wel. Ja. Of je het nou wil, wil of niet, in de topsport, in iedere favoriete sporter die jij kent die een wereldrecord heeft, waarschijnlijk... Er zit misschien wel iets extra's in. Ja, anders haal je die gast niet in die toen eerste was. Dus dat is gewoon de waarheid en ik vind het belangrijk dat mensen daar wel onder kennen. Dus heel veel mensen vragen van wat kan je nou wel behalen als je naturel bent? En ik zeg gewoon eerlijk, op het moment dat je wedstrijden doet en je ziet de winnaar, ga er maar vanuit dat die winnaar wel iets heeft gedaan om dat te bereiken. Ja. Dus je moet eerst alles wat je zelf halen, jaren trainen met voeding, supplementen, training en consistent zijn. En kijken wat je dan behaalt.
En als het dan nog helemaal niks is, dan kan je ook wel gaan gebruiken, maar ja, dan wordt nog steeds niks. Nee, het gaat erom dat jij je eigen niveau omhoog tilt, ja, met het gebruik van. En dat is eigenlijk de hele bedoeling erachter. Ja. Lijkt me een heel erg duidelijk verhaal. Pak ik nu even mijn telefoontje erbij. Dan halen we even wat vragen naar voren van de volgers. Even kijken. Ja, dit. Van Niels. Hoe kom je aan die geniale stem? Het houdt de mensen bezig. Het is niet alleen ik. Die stem is eigenlijk ontstaan door het kijken van Amerikaanse series, ja, met mijn vader vroeger. Ja. Ik keek altijd Superman en Lois Clark. Clark en Lois, zeg maar. En er werd altijd ondertiteld natuurlijk, maar met Amerikaanse accenten. En toen leerde ik eigenlijk als jongen van 8, 9 al hoe Engels zou moeten klinken en wat het betekent, wat je de ondertiteling kan zien. Dus je weet, oké, dat woord betekent dit. Ja. En ook, ik heb ook heel veel anime gekeken, als in Dragon Ball Z. Kijk, daar komt de stem weer, hè? Ja, maar dat gebeurt gewoon automatisch, omdat je zo leert, als jongen zeg maar, dat is de eerste keer dat je Amerikaans hoort. En je hoort hoe die personages praten. Je denkt, zo hoort het. Ja. En dan neem je dan als jongen al over. Ja. En dat blijft dan in je systeem zitten. Ja. En dan blijf je zo praten. Mooi, hè? En dan ontstaat er zoiets van stem. Ja. Ik heb zelf een jaar in Amerika gezeten. Daar heb ik high school gedaan. Toen kwam ik net van mijn middelbare school af. Engels had ik voor mijn eindexamen een 5. Weet je wel. Mijn Engels was echt gewoon flut. Mm-hmm. En toen kwam ik in Amerika een jaar gezeten. Toen kwam ik thuis. Toen had ik nog het Amerikaanse accent nog. Dus dat is heel erg raar. Hè? Je kan het zo adopteren. Klopt. En dan hou je dat ook gewoon. Dus. Ja, dat is ook mooier om zo te praten. Klopt. Met zo'n Amerikaanse ondertoon. Even kijken, vraag van Olaf. Denk je ooit Mr. Olympia te worden in de klasse van die je doet? Dat denk ik zeker. Ja. Dat is echt mijn doel. Ik heb nu 1 keer op de Mr. Olympia gestaan. Ik weet hoe het is. Ik weet de fouten die ik heb gemaakt. Ja. Ik was natuurlijk nog een rookie in de Mr. Olympia. Je denkt dat was twee jaar, vorig jaar? Was 2018 in september. Dat is vorig jaar inderdaad. En ook al ben jij dan officieel professioneel bodybuilder, maar je bent nog steeds een beginner in de Mr. Olympia categorie. Ja. Dus dan leer je gewoon heel veel als je tegen de beste van de wereld strijdt. Nou, wat moet ik nu gaan doen om hun te verslaan? Ja. En daar heb ik nu dus tot Olympia 2020 de tijd voor om mezelf te verbeteren, om hun uit te dagen. En daar ga ik voor. Spannend, spannend. Nou, met zo'n instelling gaat het zeker lukken, denk ik, van ons over. Daar gaan we voor, zeker. Van Jan, wat vind jij het leukste aan fitness bodybuilding? Wat is leuk? Wat spreek je daar het meeste aan? Nou, eigenlijk op het begin vond ik bodybuilding niet zo leuk. Toen ik krachttraining begon, toen dacht ik van, ik zit alleen maar die oefeningen te doen en het kost moeite, maar ik zie nog niks. Ja. Dus dan is het nooit leuk. Maar op het moment dat ik echt progressie begon te zien, als in meer kilo's kunnen tillen en in het resultaat in de spiegel, dan begint het leuk te worden. Dat is eigenlijk ook met een dieet volgen. Als jij geen progressie ziet, dan ga je het niet volhouden. Nee. Maar progressie is voor mij het allerleukste. Dus hou een soort logboek bij, wat ik nu tegenwoordig ook doe. Dan weet ik, oké, de laatste set kon ik zoveel kilo. Ja. Probeer de volgende keer dat te verslaan met of 1 meer rep of 5 meer kilo's bijvoorbeeld. En daar houdt voor mij de lol er ook in om jezelf uit te dagen. Dus de uitdaging daarin, met de progressie die je kan maken, het voor mij leuk. Ja. En daar hoort natuurlijk ook een strikte levensstijl bij. En je wordt beloond door zo strikt te leven, door de prestaties in je lichaam en de gym. Ja. En laat je dan meer leiden door de kilo's of meer vanuit de spiegel van hoe je eruit ziet? Beide. Dus eigenlijk kracht komt voor spiermassa. Dus als jij nooit de kracht levert in de gym, krijg je ook nooit die spierkwaliteit uiteindelijk. Dus bijvoorbeeld bij de benchpress weet ik, als ik bijvoorbeeld 10 keer 160 doe, probeer ik de volgende keer 10 keer 165. Ja. En als je dat consistent blijft verbeteren, op een gegeven moment gaat je borst natuurlijk groeien. Ja. Dus als je je borst ziet groeien, denk je, oh, het werkt. En dan ga je weer zwaarder. En steeds gaat dat in trapjes omhoog. En dan gaan beide alle twee de positieve kant op. En dan blijft het leuk natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus eigenlijk een beetje een combinatie van wel het bijhouden van gewichten en af en toe gewoon een beetje freestyles. Klopt, want de meeste oefeningen die we vandaag hebben gedaan, dat zijn geen standaard oefeningen. Dus daar heeft het niet super veel zin, wat je ook in andere volgordes doet, om het gewicht bij te houden. Maar de standaard oefeningen zoals de squat, de bench press, de bent over row, als je daarmee begint een training, dan kan jij wel checken hoeveel ik de vorige keer, want je bent nog helemaal fresh bij de training in. Dus je hebt al je kracht nog. Ja. En dan moet je wel de vorige keer kunnen verslaan. Als je dieet allemaal goed is, dan moet dat gewoon lukken. Ja. Welke spieren vind je het leukst om te trainen? Ja, borst blijft toch het leukste om te doen. Wie niet, hè? Ja, precies. Chest day every day. Borst en armen eigenlijk. Ja. Maar ik vind benen ook steeds leuker, omdat er is een zwak spiegelpas. En die wordt steeds sterker. Wat ik net zei, je wilt progressie zien. En als je die ziet, dan wordt het automatisch leuk. Ja. Kijk, vraagje van Robert. Heb je door de jaren heen een vast patroon gehad in je trainingen?
Ik heb de eerste 7 jaar dat ik getraind heb, echt alleen maar hetzelfde getraind. Ja. Dat is de fout die heel veel mensen maken. Die willen heel veel dingen gaan veranderen. Dus die trainen 1 week op een manier en dan gaan de volgende week hun alle oefeningen omgedraaid en alle sets en reps. Ik heb letterlijk 7 jaar achtereenvolgend precies op dezelfde manier getraind. Met eigenlijk dezelfde oefeningen, dezelfde sets. Alleen iedere keer het gewicht verhogen, waardoor het leuk blijft natuurlijk. Maar op een gegeven moment dan besef je, oké, nu heb ik zo lang getraind. Maar die spiergroepen blijven een beetje zwak. Dus dan ga je die spiergroepen meer frequent trainen. Dus vaker in de week. Voor mij is dat dus benen. Die train ik vaker dan de rest van mijn lichaam. En dat zijn dus veranderingen die je op den duur gaat maken. Die nodig zijn om op een bodybuilding podium competitief te blijven. Ja. Dus dat zijn de veranderingen die ik dan maak. En soms ook een andere extra oefening. Als je bijvoorbeeld merkt, ik train mijn hamstrings wel, maar ze groeien nog steeds niet goed. Pak een andere oefening die je beter voelt. Ja. En op het moment dat je beseft, nou die voel ik heel goed, dan blijf je die weer consistent doen. Tot je daar weer de progressie mee boekt. Ja, goeie. Dan nog 1 vraagje. Wat eet je op een dag om te groeien? Wat staat er bijvoorbeeld vandaag op het dagmenu? Nou, vandaag zijn we begonnen met een grote havermoutmaaltijd. Waar ik ook een beetje pure chocolade doorheen doe. Ja. Van die chocoladedruppels eigenlijk, die bedoeld zijn om te laten smelten. Alleen dat vind ik heel fijn om op de havermout te doen, dan smelten ze lekker weg. Maar ook veel calorieën, gezonde vetten. En er zitten ook amandelen bij. En de havermout hoeveelheid is sowieso rond de 110, 120, wat al redelijk wat is. En er zit ook 60 gram W-isolaat bij bijvoorbeeld. Maar dat is een flink ontbijt om mee te beginnen. Ja. En eigenlijk heb je dan nog 4 maaltijden met 300 gram witvis per stuk. Met 50 gram avocado per stuk. En toch rond de training wel rond 300 gram gekookte rijst per stuk. En de andere maaltijden iets wat minder, omdat je dan buiten de training zit. En de laatste maaltijd van de dag 300 gram Noorse zalm. Dus de allervetste zalm die er is. Maar wel de gezonde vetten, de meerdere omega-3's. En er zitten ook zoete aardappelen bij bij alle maaltijden. Ook trouwens de groentes natuurlijk. Ja. Maar volume. Precies. Ja. Volume, maar ook de mineralen en vitamines die je eigenlijk zou missen als je alleen maar die koolhydraten en die eiwitten zou eten. Dat mag wat kosten op een dag, hè? Zo. Dat kost heel veel. Ja, want zalm is ook niet zo goed. Nee, daarom ik ga altijd voor de verse vis tegenwoordig. Ja. Want kijk, het is een levensstijl. En dat kan je alleen een levensstijl noemen als je het kan volhouden. Ja. Dus als je altijd die bevroren koolvis pakt van Albert Heijn of van het huismerk, dan gaat het toch wel minder lekker zijn dan als die verse kabeljauw bij de macro bijvoorbeeld. Ja. Dat is gewoon lekker mals, lekker vers. Het is precies dezelfde hoeveelheid eiwitten, maar het is gewoon zoveel. Het is gewoon een totaal andere maaltijd geworden. En gebruik maakt van kruiden en zout, genoeg zout, peper en zo. Ja, om het lekker te maken. Maakt het allemaal super lekker en dan is het heel goed vol te houden. Een lifestyle wat goed vol te houden is, wel een dure lifestyle is, hè, om je lichaam zo goed in toom te kunnen houden. Maar goed, het resultaat, dat is er wel naar, zoals je ziet. En de resultaten die gaan in 2020 zeker komen, denk ik. Daarom hou je het ook vol, de resultaten blijven komen. Dus ik vind het echt gewoon super leuk om dit te mogen doen. En om er ook echt mijn baan van te hebben kunnen maken. Ja. En om internationaal die wedstrijden te kunnen doen. En ik zal er sowieso binnenkort nog helemaal niet meer stoppen. Nee, ik blijf zeker nog door. Ja, goed. Ja. Nou, in ieder geval heel erg bedankt omdat we even een kijkje mochten nemen in de keuken, in de gym eigenlijk. Ik vind je echt een hele sympathieke kerel. Dankjewel. En leuk dat we deze informatie zo kunnen delen op mijn kanaal ook. Ik heb zelf ook weer heel veel geleerd, dus dat vind ik ook weer leuk om het mee te nemen naar huis. Mooi. Dus dankjewel. Ja, top. Geen probleem. Was leuk. Dit is het einde van de video. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. Reageer met een comment wat je van deze video vindt en of je misschien nog vragen hebt aan Wesley zelf. Je kan hem ook volgen op Vintage Genetics op YouTube. Ja. Linkje ook in de beschrijving. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor nog meer leuke collabs en andere video's van mij. Jongens, groei lekker!